Goed, jongens, dames, we zijn aangekomen bij het continent van Content Veen. Welkom, nieuwelingen. Wat zien jullie er goed uit vandaag, moet ik zeggen. Jullie hebben allemaal wat blauws aan. Ik weet niet of ik jullie, waar ik jullie vandaan heb gehaald, maar hebben jullie het afgesproken? Dat het vandaag blauwe dag is. Sowieso. Ja, we komen uit Blauwland. We komen uit Blauwland, dat vind ik wel een goeie. Dat vind ik echt en zijn de smurf uit de waterkraan vandaag. En ik zie dat je trouwens... Heb jij een kusje gegeven op de buik van Pato of zo? Je lippenstift zit nog op zijn buik. Of wat heb, je, wat heb jij zitten doen in die tussentijd? Ja, dat is ons geheim, oké? Waar bemoei je mee? Dit knip ik uit. Jongens, zoals jullie kunnen zien, zijn we aangekomen. Ga de boot af. Ik bedoel, jullie hebben lang genoeg op zee gezeten. Het is ook al avond. Dus ga, schiet op eraf van mijn boot. Ja, welkom! Welkom, Char. Oh, God, welkom, Pato. Welkom, Har. Ik ben een hele vriendelijke cowboy. Hallo, Harlo. Welkom op mijn prachtige continent. We gaan jullie zo meteen naar de winkelvallei escorteren. En daarvoor heb ik hier wat paarden geregeld, speciaal voor jullie. Daar mogen jullie er eentje van uitkiezen. En dit is meteen ook een beetje een test. Dus kies, behalve Benno. Maar kies verstandig. Behalve Benno. Super Ultra Bob. Hé, ik wil Super Ultra Bob. Die vind ik ook het leukst. Super Ultra Bob had ik 100% ook gekozen. Ja, alleen Harlo moet nog eentje kiezen. Ja. Harlo gaat voor vuurpijl. Oh, wacht even. Nee. Ik ga even de nacht oplossen. Super Ultra Bob. Zullen we samen even de nacht oplossen? Ja. Gezellig. Dit ga je veel zien, jongens. Cowboys en piraten die samen slapen. Ja, kan gewoon allemaal. Dat ga je veel zien. Hé, hey, welkom. Meneer KB is de cowboy hier. Dus ik denk dat hij ons ook best naar de winkelvlei kan begeleiden, denk ik. Ja. Klopt. Ja, jullie hebben agent 007 gezien. Hij heet jullie ook welkom. Ik heb meer agenten verspreid over het continent. Die houden de boel een beetje in de gaten. Dus pas op je streken, want voor je het weet staat een agent voor je deur. Dat wil ik alvast gezegd hebben. Ik heb er al twee. Ook... Ik wil maar zeggen. Goed, dan stap ik ook op mijn pony. We gaan deze kant op. Wacht, je hebt hier nog iets in de kist zitten wat mee moet, denk ik. Oh ja, we hebben voor iedereen ook een lied. Goed dat je het zegt. Die neem ik mee. Anders kan je een paard lied, en je mag ook een paar appeltjes pakken. Wie heeft iemand, appels gepakt? Iemand pakken appel. Die kan je dan aan je paard geven. Oké, ik wil het niet over hebben. Oké, okay, nou, dus als het goed is, zouden jullie het zelf kunnen vinden, denk ik, toch? Wat? Ze zouden het zelf kunnen vinden, denk ik, toch? We hebben een bordje neergezet, voor de duidelijkheid. Waarom? Ik weet één manier om erachter te komen. Nou, ik ga voor de zekerheid wel mee. Winkelvallei. Ja, ik ook mee. Zo raar. Kijk, winkelvallei, dat doen ze goed. Blijf ik hier staan. Tot nu toe gaat het goed. Ik heb nog nooit zo echt... Ik voel me nu echt de cowboy. We zijn gewoon in een soort kolonne zijn we aan het rijden. Je lijkt helemaal niet op een cowboy. Nee, dat klopt. Maar ik voel me wel een cowboy vandaag. Genieten jullie wel een beetje van het uitzicht, jongens? Jullie gaan wel heel snel. Ja, jongen, ik had even gewoon dat ze volle liefde zouden doen. Er is jaren gewerkt aan dit pad. Ja, jullie bolsjoeren eroverheen alsof het niks is. Oh ja, mooi uitzicht. Ja, het is ook mooi. Ja, wauw. Het is prachtig. Het uitzicht is echt... Het continent, jongens. Jullie hebben nog nooit zo een mooi continent gezien in jullie leven. Het is echt geweldig. Je gaat je hier echt thuis voelen. Behalve jij, Harlo. Nou. Nee, sorry. Ik voel mij nu al thuis, Harlo. Moet ik zeggen. Laat je niet gek maken door een piraat, Harlo. Winkelvallei. Oké, we moeten deze kant. Winkelvallei is door, inderdaad. Ik zie een regenboog en een pot met goud. Ja. Dat betekent als het goed dat is, zijn hier ook wat mensen die jullie op kunnen vangen. Als het goed is, als staan er mensen te wachten. Ja. Ik hoop dat ze een beetje sterk zijn. We weten alleen niet waar. Je weet het maar nooit. Als het goed is, ergens. Loop maar naar de boom toe. Of rij maar naar de boom. Hier. Zijn er mensen? Ja. Oh, kijk zijn nou. Mensen. Een welkomstcomité. Hoe leuk is dit nou? Er staat zelfs armor voor jullie klaar te zien. Dat is wel leuk. Hallo. 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 Wat een gezelligheid, jongens. Wie heeft die armor klaargezet? Echt? Wat een welkom cadeau. Dat is oprecht, dat had ik ook niet verwacht. Op naam ook. Het is helemaal geregeld. Op naam? Ja, dat is gewoon bordjes met namen bij, joh. Dus, ja, joh. Jongens, kijk. Zelfs ik heb niet eens diamond armor. Ja, trouwens. Dat is, ik heb beter armor. God, sukkels. Doe jullie ding. Doe jullie ding. Pak lekker jullie armor. Kijk ze nou hun ding doen. Goed. Gelijk gretig graaien. Ik wil wel even dat ze zich voorstellen aan iedereen. Gewoon echt ja. met drie woorden. Beschrijf misschien jezelf je, in drie woorden. Misschien moet je ook nog wat zeggen over de boom. Ja, dat komt, dat doe ik ook. Nou, dat is goed. Dat is hele goeie. Vind je het wel goed als ik hier blijf staan? Dan voel ik me heel gaaf. Ja, prima. Oké. Okay. Ik wil wel even jullie zelf echt gewoon... Wij gaan nou in een rijtje of zo hier. Kijk, hoppakee. Gewoon en dan zie je René en Floor hier. Julian. KB mag staan waar hij wilt. Beschrijf jezelf even in drie woorden aan iedereen gewoon. Jij begint, Harlo. In drie woorden. Nou, ik ben Harlo. Het zijn geen drie woorden. Ik ben Harlo. Ik ben Harlo. Hoe je jezelf beschrijven in drie woorden? Okay. Nou, Pato.
Oké. Ik vind het wel een beetje spannend. Klaar! Oké. Otto, Blauw en Bob. Kijk, we weten meer informatie dan ik ben Harlow. Ja. Sjar, ja. Heel veel druk is erop wat jij nu gaat zeggen. Jeetje. Dat is één. Sjar, Bauer, Groots. Oh jeetje. Kijk! Wow. Competitie, concurrentie. Verwachtingen, inderdaad. Oké, nou, dat was Dat was het. Dat was goedgekeurd allemaal. Er zijn een paar dingen voordat jullie eigen weg mogen en jullie ding mogen doen. Dan laten we jullie met rust en kunnen jullie gaan content venen. Dat klinkt heel stom, het is nu een werkwoord. We hebben hier de prachtige takenlijst. Je mag je taken voor andere mensen opzetten. Jullie hoeven niet meer in een lijntje te staan trouwens. Ze staan er nog zo netjes. We hebben hier de takenbord. Dan mag je wanneer je wilt een taak voor iemand opzetten. Stel je wilt in één keer dat Harlow een baard laat groeien, mag je het erop zetten. Zou je wat anders? Ja, nee. Oh, jammer. Nee, sorry. Wie heeft nu al Harlow-haken daar neergezet? Ja, daar ik me ook op. Maar doe jullie ding. Je mag ook... houd in de gaten, want soms staat er een taak voor jou op. Dus check het goed. En dan hebben we hier de Boom des Leven. Als het goed is hebben we er ook een boekje ergens. Ik weet niet waar het boekje gebleven is. Maar het er was boekje een heel is verhaal nog wel ergens. Het boekje is nog ergens. In ieder geval, dit is het hart van het continent. Alles komt samen hier. Zodra deze boom dood is, is het continent ook dood. Dan weten jullie dat. Dus doe Nick het goed zo. Hallo watergroeien. Top. Nee, let goed op deze boom. Hij houdt alles in leven. Er staan ook leuke dingen daarnaast nog. Dat kan je ook lezen als je wil. Onthoud dat goed. Wat is dit? Spetten spaten, de eerste hint ligt in het water. Dankjewel, Joris. Nee, ik denk dat ik niet meer uitleg hoef te geven. Dit is gewoon de winkel. Oh, trouwens, ja, dit is de winkelvallei. Hierin staan allemaal winkeltjes. Dus stel je hebt spullen nodig, kijk gerust rond. Er staan overal wat de prijzen kosten en weet ik wat allemaal, wat de prijzen zijn. Er komen ook nieuwe winkels aan. Wil je nou een winkeltje bouwen? Doe dat gewoon waar je wilt, zolang het maar in de vallei is. Niet buiten de vallei, want dat zou een beetje zonde zijn van je winkel natuurlijk. Maar bouw een winkel waar je wilt. En verzin leuke dingen. Ik heb geen idee. Doe je ding. Ja, dit is voor mij. Oh, zou ik als eerste dingen kopen. Ja, een hele saaie winkel dit eigenlijk. Maar ja, ik dacht ook dat het tijdelijk zou zijn. Nee. Zo, we hebben tegen kritiek geleverd. Ja, ik sta er wel bekend dat ik de beste winkels heb in de winkelvallei. Dat heb jij ook al goud kopen, ja. Nee, dat was het. Hebben jullie nog vragen? Nee, hè? Natuurlijk niet. Pak je paard, doe je ding. Leef, geniet en bouw, denk ik. Mooi. Mooi, hoe je dit geheel afsluit. Ja, ja, dat was zelf ook wel heel goed. Nu ga ik zelf ook vandoor. Waar is Benno? Hey, Benno is mijn nieuwe paard, toch KB? Ik vind het leuk dat er zoveel paarden zijn. Voor mij mag je Benno houden, ja. Ja? Dan is Benno namelijk sneller dan Benny. Ja. Ik ga er vandoor als een vuurpijl, dag. Als een vuurpijl. Dag Arno. Nou, succes jongen, ik ga er ook vandoor. Er is een map. Oh nee, er is geen map. Jawel, er is wel een map. Die hebben jullie ook als het goed is. Dan kunnen jullie ook even kijken. Ja, oké, top. Nou. Iedereen heeft de kaart. Doei! Goed jongens, laten wij teruggaan naar mijn basis. Oh, er is hier een nieuw kerstwinkeltje volgens mij in aanbouw. Laten wij snel teruggaan naar mijn basis. We hebben een nieuwe mensen van Content Veen opgehaald. Patto, die maakt ook YouTube-filmpjes. Harlow maakt ook YouTube-filmpjes. En Char, dat is een nieuw boselfje, dus die zal gewoon lekker bij de boselfjes leven. In ieder geval hartstikke leuk dat er gewoon een paar nieuwe Content Veenen zijn. Er zal waarschijnlijk dus ook veel nieuwe bouwwerken kunnen verwachten van andere mensen. Ik ben wel heel benieuwd wat ze gaan bouwen. En je kan waarschijnlijk ook veel nieuwe verhaaltjes verwachten. Dat gaat ook natuurlijk weer gebeuren. Dan heb ik hier een nieuw paard van meneer KB gekregen. Nou, trouwens, ik mocht hem houden, maar ik denk dat ik hem wel uiteindelijk ervoor wil betalen. Want Benno is echt een mega snel paard. Het is nog niet zo snel als die nieuwe paardenwinkel die hij heeft gemaakt. Maar het is wel een heel snel paard. Dus laten we Benno even niet bij Benny en kleinzoon van Benny zetten. Maar waar kunnen we hem zetten? Ik denk dat ik hem even hier bij het skeletpaard zet zo. Hoppakee. Bij kapotte Benny. Goed jongens, dan zijn wij weer aangekomen in het prachtige piratenwereld. Er zijn veel mensen gezellig online. En er is iets wat ik in de tussentijd, voordat ik nog op pad ging om de nieuwe Content Venus op te halen, heb geregeld, jongens. En dat is een aantal bouwblokken voor mijn volgende bouwwerk. Ik wil namelijk eindelijk een keertje beginnen met het bouwen van dit gedeelte hier. Dit gedeelte ziet er altijd een stuk minder mooi uit dan dat daar allemaal. En dat komt omdat het gewoon nog behoorlijk kaal is. En wat er nou echt mis nog in mijn basis is zo'n typische piratenwaterval die dan over een pad heen gaat. Misschien zelfs een soort grot in de achtergrond. Maar wat ik wil doen is ik wil eindelijk een keer een pad zo die kant op regelen. Zodat ik ook sneller naar mijn schatkist toe kan. Ik moet nu altijd helemaal omlopen. Als ik nou gewoon een pad langs de berg hier maak, dan de berg hier wat steiler laat lopen.
lopen. Een waterval naar beneden laat lopen en zo. En naar boven waarschijnlijk een soort meertje waar het water natuurlijk vandaan komt. Dat klinkt als een geweldig plan. En zoals ik al zei, heb ik natuurlijk de spulletjes daarvan al voorbereid en allemaal verzameld. Ik moest daar wel voor een aantal nieuwe chocoboxes kopen. Want, jongens... In de volgende aflevering vertel ik waarschijnlijk waarom. Het heeft iets te maken met nog een project waar ik ook al de spulletjes voor verzameld. Ik ben echt goed voorbereid, man, deze dagen. Ik heb zo over 2 verschillende bouwprojecten alle spullen al verzameld. Kijk, dan hebben we hier 5 chocoboxen staan. Helemaal vol, helemaal vol, helemaal vol, helemaal vol en helemaal vol. Niet te geloven, jongens. Niet te geloven. Laten we nog heel even slapen. En dan is het tijd om, denk ik, van start te gaan met de allereerste timelapse van deze aflevering. En waarschijnlijk ook de enige. Misschien dat er nog een timelapse komt, maar ik denk het niet. In ieder geval, tijd voor een piratenwaterval. Een nieuw piratenpad. In een grote piratenwereld. Dus tot zo! En wat ben ik blij dat hier eindelijk een waterval zit. Er is een hele nieuwe berg ontstaan, zoals jullie net al konden zien. We zijn ook een dag verder in het leven. Dat kan je aan mijn shirt zien en aan... Ik ben naar de kapper geweest in de tussentijd. Waarschijnlijk kan je het daar ook aan zien. En nog heb ik mijn pet op, hè. Heb ik gewoon mijn haar een keer laten doen, ga ik alsnog gewoon mijn pet op doen. Dat is een echte piratenmove. Op het moment is Harlow, een van de nieuwe content veners, ook gezellig online. Dus die zijn inmiddels ook al bijna 24 uur in de server. Ik ben benieuwd wat ze gedaan hebben, maar ik wacht nog even een aflevering met naar ze toe gaan. Want ik wil niet al binnen 24 uur naar ze toe gaan met de verwachtingen dat ze al een mega super grote basis of zo hebben. Dus laten we de volgende aflevering even bij ze kijken. In ieder geval, er is hier eindelijk een meertje, maar ik wil nog heel even, voordat ik naar beneden ga, meer te laten zien aan jullie. Hier beneden eventjes hakken zo. Even kijken, want hier ergens moet volgens mij... Ja, dit zijn zo, hoppakee. De netberg. En die wil ik eventjes mooi belichten. Of nou mooi, gewoon even belichten. Want er zijn hier ongelooflijk belachelijk veel zombies en creepers en weet ik veel wat allemaal. En ik word nu al helemaal gek van het geluid. Dus komt ie. Deze zombie even doden. Even mooi hier en daar lanterns plaatsen. Kijk, en die zijn vooral eng. Deze mannen hier. Ah, het zijn er 2. Het zijn er 2. Oh jee. Oh, wat haat de creepers. Echt waar. Nee, 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 nee. Ik heb zo'n hekel aan creepers. Oh, dat is 1? Ja, dat is 1. Oké. Okay. Ja, oh, de creepers zijn dood. Oké. Okay. Dan gaan we het eventjes hier mooi belichten nu. Want dan kunnen er niet meer creepers spannen. En skeletons en zombies en weet ik van wat allemaal. Ik word er helemaal gek van het geluid. Zo. Kijk. Het is een beetje zonde van lanterns. Dit, ik had het beter met torches kunnen doen. Maar hè, weet je, we zijn nu toch al bezig. Jij gaat ook nog even dood. En hoppa. Oké, kijk. Ik hoor nog wel heel veel monsters. Ik weet niet waar die dan spawnen, maar dat maakt me in principe ook niet heel veel uit. Maar ook wel weer een beetje, want ik ben nu wel benieuwd waar ze spawnen. Maak ik dit netjes weer even zo. Voor de mensen die zich trouwens afvragen waar mijn eigen Netherite shovel heen is. Ik heb nu Lepel, die is van René en Floor. Mijn eigen is stuk gegaan. Ik ben hem verloren. Hij is kapot, hij is dood. Maar goed jongens, we hebben nu, zoals jullie hier kunnen zien, een prachtige waterval. Ik heb er nog geen schatkamer achter gemaakt, omdat ik denk dat die daar een beetje te klein voor is. Of omdat... ik het eigenlijk wel mooi vind als het pad gewoon zoals dit is. Er steken ook heel veel mooie nieuwe dingen uit hier en daar. Het ziet er gewoon helemaal top uit. We beginnen nu langzamerhand dit gedeelte hier ook een beetje leuk op te vullen. Ik weet nog niet zeker hoe ik het hier wil hebben. Ik denk dat ik in plaats van alleen maar natuur wil bouwen, ook natuurlijk heel veel huisjes wil gaan bouwen. En ik denk dat daarboven nog wat huisjes komen en dat ik hier huisjes wil gaan bouwen. Een beetje net zoals dat ik hier heb gedaan, weet je. Waardoor het lijkt alsof dit gedeelte gewoon helemaal doorloopt tot en met daar. Misschien dat ik dan hier nog één keer... zo, hoppakee, een grote rivier er doorheen bouw. Of ik hou het gewoon helemaal zoals dit. Dan moet ik nog heel even kijken. Ik ben in ieder geval heel tevreden met hoe het er nu allemaal uit gaat zien. In de volgende aflevering gaan we ook verder met een project waar ik eerder aan was begonnen.
in deze omgeving, maar het is nog nooit af geweest. En het is tijd om die een keer af te maken. Dus heb jij nou een idee waar ik het nu over heb? Laat het dan even in de reacties weten. Ik ben wel benieuwd wie het goed heeft. Maar goed, ik wil heel eventjes naar mijn... Zo, dat is een bubbel in mijn keel. Ik wil heel eventjes daar naar de ruïne toe, daarboven. Eventjes om te kijken naar mijn waterval van afstandje. Zo, daar zijn we. Oh, wacht trouwens, ik moet wel buiten om. Even kijken hoor. Hoe ziet de waterval... Oh ja, jongens. Ja, hier ben ik blij mee. Oh mijn god, dit is precies hoe ik dat voor me zeg. Vooral dat daarboven ook gewoon een soort meertje zit waar het uitkomt. Dit ziet er toch leuk uit, jongen. Het was natuurlijk allemaal al zo steenachtig en zo hout en blaadjes en een beetje huisjes zo. Maar het feit dat het water nu ook ergens vandaan komt en dat het een beetje blauwe ex... Kijk, het feit dat daar ook water vandaan komt. Geeft me misschien een idee om in de toekomst zelfs nog water hieruit te laten komen. En dat langzaam zo in die of dat meertje daar terecht te laten komen. En dat dan hier in de grote zee. Maar dat zien we nog wel eventjes in de toekomst. Goed, dan wil ik heel eventjes naar de winkelvallei op mijn nieuwe paard Benno. Die hebben jullie natuurlijk gezien, jongens. Meneer KB had allemaal leuke paarden voorbereid voor elke nieuwe contentvener. En hij zei, weet je, ik ga er ook gewoon eentje voor jou regelen. Maar dit is nog niet super Benny. Dit is nog niet betere Benny. Nou, Benno, we stappen op jou. Gaan we door de stal van Benny heen. Pakken we even een lead en dan gaan we op pad naar de winkelvallei. Want volgens mij, jongens, volgens mij is er een nieuwe winkel gebouwd. Twee zelfs, want ik had het over die kerstwinkel. En zoals jullie kunnen zien is die ook helemaal bijna af. En in die 24 uur dat we verder zijn, hebben Char, de nieuwe contentvener, en Joris ook wat nieuws gebouwd. Dus daar ga ik even kijken zometeen. En volgens mij is dat... Wat is dit nou? Wow, dat hebben ze cool gedaan. Volgens mij is de kerstwinkel nog niet af. Dus daar komen we later nog even terug. Zodra die af is, ziet het wel echt al heel leuk uit. Maar wat is dit hier? Volgens mij is dit wel af zo te zien. Dit is 100% een TNT-winkel. Pas op, explosiegevaar. Oh jee, wat is dit? Een kat hebben we hier... Oh mijn god, volgens mij is er gewoon een TNT-winkel. Hippity hoppity, get off my property. Wat is dit? Is dit een TNT-winkel of zo? Oh mijn god. Informatie boom boom. Welkom bij Boom Boom, de TNT-shop van ons continent. Hier haal je al jouw explosieven en buskruid. Naast het verkopen van deze producten bieden wij ook een aantal services aan. Hierover lees je meer op de volgende pagina's. Ik ben wel heel benieuwd. Concrete machine. TM. Trademark. In de hoek van onze winkel bevindt zich een ladder naar de kelder van het pand. Hier is concrete machine waar je gratis gebruik van kan maken. Dat is handig. Niet dat ik waarschijnlijk heel veel concrete ga gebruiken, maar dat is serieus wel heel handig. Instructies over deze machine bevindt zich beneden. Beacon & Co. Onze Beacon & Co server stelt je in de gelegenheid om een beacon te huren. Dit kost jou 1 diamond per RL rang? Wat is RL rang? Per lang RL dag. RL dag bedoel ik, sorry. Ik zeg rang met dag. Real life dag. Ik kan echt niet lezen. Tuurlijk staat er real life dag. Ik krijg rang, maar er staat dag. Per real life dag. Waarom ben ik zo... Jongens, sorry ervoor. Deze pakketten bevinden zich boven in de winkel. 1 pakket bevat 1 beacon... Volle beacon base. Oftewel alle iron of gold of weet ik wat je nodig hebt. Dat is serieus ook heel handig, want ik heb geen beacon. En ik heb ook geen zin om Widders te gaan killen. Mocht het gebeuren dat de beacon niet op tijd ingeleverd wordt, te weinig betaald wordt of beschadigd raakt, zullen wij maatregelen moeten nemen. Deze maatregelen zijn inclusief boom boom. Nee, oké. Dit is een hele leuke winkel, jongens. Volgens mij is dit dus de nieuwe winkel van Char en Joris. Even kijken, want ze hadden het ook over iets, een concrete machine in de kelder. En ik denk dat dit dat hier is. Of niet? Wat is dit? Nee, dit is gewoon... Oh, dit is gewoon decoratie. Wow, dit is cool. Ze hebben hier dingen opgeblazen. De TNT. Ik vind dit heel cool, jongens. Dat ze met science hebben ze hier TNT van gemaakt of zo. Alsof deze TNT nog leeg is en nog gevuld moet worden met daadwerkelijk TNT, weet je? Dat is echt heel cool. De nieuwe TNT-winkel. Oké, laten we even naar de kelder gaan. Ik wil de concrete machine zien en ik wil de Beacon & Co. wil ik zien. Even kijken, hoor. Dat is als het goed is hier in de kelder. Waar is de kelder? Waar is de kelder? In de hoek van onze... Een ladder. In de hoek van onze winkel. Oh, hier. Oh, soon. Dus dat is nog niet af. Oh, oké. Volgens mij is de concrete machine nog niet af. Nou, jemig, wat is dit helemaal? Jemig, wat is dit helemaal? De concrete machine. Hij is nog niet af, zo te zien. Want ik denk dat ze het ook nog een beetje mooi willen maken. Maar dit is in ieder geval een automatische concrete machine. Dat werkt ook met TNT. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit in zijn werk gaat als dit ooit af is. Daar wil ik wel een keertje een uitleg van. Zodra die af is natuurlijk. En ergens is nog een beacon te huurplekje. Waar je beacons kan huren. Ik gok boven, was dat? Hier? Oh ja, kijk. Per dag 1 diamond. Beacon & Co, beacon 1 en beacon & Co, beacon 2. En wat zit er specifiek in? Een beacon en daar alle benodigde blokken voor. Dit is wel heel leuk bedacht. Dit is echt heel leuk bedacht. Wie is dit?
Oh, René, die loopt hier. Hallo, René. Oh, jij wil lepel terug. Sorry, ja, dit is natuurlijk jouw schep. Sorry, dankjewel voor het lenen van lepel, maar dit is jouw schep, alsjeblieft. Ik had lepel natuurlijk van René geleend, jongens. De nieuwe winkel, ik ben er heel tevreden mee. Maar ik kwam hier voor ook een taak, jongens. Twee taken zelfs. Taak 1 is dat ik hier... Oh, maar dat wilde ik met een schep doen. René, mag lepel nog heel eventjes lenen? Ah, oh, top, dankjewel. Oh, dit is een andere. Dit is gewoon Netherite shovel. Ik ga even het pad maken, dan geef ik hem terug. Ik stop hem wel in je cashwinkeltje. Ik kwam hier, jongens, omdat ik eventjes altijd als ik hier rijd... Ik ga het even laten zien met Benno. Als ik hier rijd, dan neem ik altijd dit pad, of dit routetje hier. Alleen er is geen pad. Het is altijd afsnijden. Dus wat ik wil doen, is ik wil daadwerkelijk eventjes hier een pad maken. Want het pad loopt alleen helemaal daar naar ongeveer het Wilde Westen. Althans, het Wilde Westen is daar. Maar de winkels van het Wilde Westen. Maar ik wil ook gewoon een pad direct deze kant op. Dus laten we hier eventjes deze boom weghalen. Zo. Zetten we Benno, zetten we heel eventjes hier, denk ik, neer. Gewoon zo. Dankjewel, Benno. En dan kunnen we hier even netjes een pad maken. Dat is ook wel een keertje tijd. Maar laten we even beginnen vanaf de andere kant. Want dan weten we zeker dat we niet schuin gaan of een beetje lelijk pad maken en zo. Het leuke is, dan kom ik ook bij de TNT-winkel uit. Oké, het pad gaat deze kant op. Laten we eerst een lijntje van 1 maken. Dan weet ik zeker dat we een goede kant op gaan. Gaan we ook langs de kerstwinkel zo te zien. Oké, dit gaat nog goed. Oh, dan moeten we hier een beetje naar rechts. Een iets snellere bocht maken of iets minder krappe bocht. Anders kom ik namelijk in het water hier terecht. En zo te zien is de rivier helemaal bevroren door de nieuwe cashwinkel. Dus ik moet oppassen dat mijn pad ook niet bevriest. Ja, we gaan de goede kant op. We gaan zeker de goede kant op. En dan gaan we hem een beetje schuin zoals dit maken. Dat hij netjes gaat aansluiten met het pad hier. Kijk. Jongens, dit is top. Dat betekent dat ik gewoon hier een splitsing heb. Dan kan ik of naar een beetje de winkel zoals... De honingwinkel, paardenwinkel, de ijzerwinkel en de shroomlightwinkel, de snifferwinkel. En als ik deze kant op ga, dan ga ik een beetje naar de wolwinkel, de TNT-winkel, de boekjeswinkel en zo. En de houtwinkel zit daar natuurlijk achter. Ik deed niet wat sneller is rechts of rechtsom of linksom, maar maakt in principe ook niet veel uit. Dus in ieder geval dit pad gewoon even netjes maken nu. Ik moet ook natuurlijk een beetje mijn taakjes doen als community persoon, hè jongens. Ik bedoel, ik kan niet alleen maar aan mijn eigen basis werken. Iedereen helpt mee aan de Cold of Fame community. Ik moet ook hier en daar mijn taakjes doen. Oh, moet ik zeggen, dit is eigenlijk wel meer voor mezelf, omdat ik dan gewoon een chillere route heb. Maar dat is niet belangrijk. We doen gewoon alsof dit echt heel belangrijk is voor de community. Kijk, dit ziet er goed uit, jongens. Zo. En dan netjes even langs het pad hier. Ik ga natuurlijk ook nog met slabs, of ja, slabs ga ik natuurlijk een beetje het pad iets makkelijker maken om te belopen. Dat gaan we maar ook gelijk doen. Even kijken hoor. Heb ik genoeg slabs daarvoor bij me? Nee, ik heb helemaal geen slabs bij me. Maar ik heb hier nog een stationnetje staan met spulletjes. Waar ik van meneer KB al klachten over kreeg dat mijn spulletjes daar te lang stonden. Althans, de spion had daarover klachten gegeven. En dan bedoel ik natuurlijk deze spion hier, agent 003. Die overigens niet op zijn dingetje zit. Kijk, ik help je zelfs eventjes, agent 003. Zo, geef je even hier een steekje. En hij heeft geklaagd dat mijn spulletjes hier te lang stonden. Dat zijn deze spulletjes hier, maar ik hoop dat hier een beetje spruce tussen zit. Nee, maar wel oak leaves. Die ga ik gebruiken voor het pad. En wij gebruiken altijd spruce slabs om het pad mooi te maken. En die heb ik hier alleen niet meer liggen. Dat is wel jammer. Troep van knalend uit de boom. De sheriff. Ja, ik moet het echt een keer weghalen hier. Dat zijn mijn spulletjes nog. Hé, hey, een chocobox. Wat zou er helemaal in zitten? Oh, nog meer troep. Oké, weet je, we gaan eerst even al die blaadjes hier en daar plaatsen. Gewoon als leuke extra details. Zo. Dan even wat fences met daarop lanterns. Zodat het pad natuurlijk ook een beetje belicht is. Anders gaat iedereen die hier wil rijden natuurlijk dood door creepers en andere monsters. Vreselijk altijd. Dat willen we niet in het continent. Wij denken aan onze medemens. Hoppakee. Dat is ook weer geregeld. Je krijgt hier je schep vast terug. Nee, hoppakee. Zo. Goed, dan gaan we heel even snel langs mijn piratenschip om eventjes wat slabs op te halen. Kunnen we het pad ook een beetje iets verdraaglijker maken. Net zoals dit hier, weet je. Al die slabs moeten er nog tussen. En in plaats van dat ik naar mijn schip ga, ga ik heel even kijken bij mijn werkstationnetje van mijn waterval hier. Want daar zitten volgens mij ook nog wel slabs in, denk ik. Misschien niet genoeg alleen. Even kijken hoor. Ik heb hier volgens mij ook wel slabs in zitten. Ja, 3. Dat is dus niet genoeg. Nope, we moeten toch eventjes terug naar mijn schip. Oh, wat is Benno snel, hé. Benno is gewoon, ik denk 2 keer zo snel als Benny. Of, ja, ik denk wel 2 keer. Gewoon echt 2 volle keren. Zo, zetten we hem heel even hier vast. Springen we even mijn bootje in. Hebben wij nog genoeg hout hiervoor? Nee, dat meen je. Ook niet in mijn spulletjes voor de volgende build? Nee, ook niet. Oh, dat meen je. Dan moet... Och, we moeten gaan hakken. Gadverdamme. Maar volgens mij heb ik nog spruce bomen daar. Ja, nog een grote zelfs. Komt helemaal goed.
Hakken we die even om, hebben we genoeg hout. Ik krijg ook veel geklaag van onder andere meneer KB. Vooral meneer KB. Dat mijn houtwinkel telkens niet bijgevuld wordt. Dus in de volgende aflevering, jongens. Onthoud het goed. Ik zeg het nu vast. Als mijn woord niet nakomt, dan kunnen jullie mijn kiel halen of zo. In de volgende aflevering gaan we dit oplossen. Beloofd. Oh god, nu moet ik volgende aflevering echt iets met hout gaan doen. Dan kan ik het echt niet meer uitstellen. In de volgende aflevering gaan we echt aandacht besteden. Niet alleen aan mijn projectje waar ik het eerder over had. Maar ook gewoon aan de welbekende houtwinkel. Die echt al in 10 afleveringen of zo geen aandacht meer heeft gekregen. En dat kan natuurlijk niet langer, jongens. Dat kan niet langer. Goed, we hebben in ieder geval genoeg blokjes om slabs te maken. En ook, pardon, ook gewoon wat stairs. Ik kwam in één keer heel onverwachts een boertje. Die had ik ook niet verwacht. Schrok ik zelf ook even van. Zo, en zelfs trapdoors. Ze kunnen het pad wel helemaal een beetje detail geven. Benno! Tijd om te rijden. Goed. Ik zet jou weer even vast. Dan gaan we gelijk beginnen met de mooie versiering. Wat zeg ik nou? Versiering? Dit is gewoon... Dit is geen versiering. Zo, hoppakee. Het pad gewoon beter maken. Het heeft niks met versiering te maken. Wat zeg ik allemaal? Oeh, dit is wel een beetje gek hoe dit hier loopt. Dat het zo extreem schuin loopt. Dat gaan we eventjes anders doen. Oh, ik heb mijn schep al weggegeven. Dit is echt stom. Dit moet heel traag zoals dit. Zo, hoppakee. Zo. Ik denk dan maar zoals... Ja, dit moet alleen nog even zo meteen met de schep gedaan worden. Ja, maar dit kan wel, jongens, hoe ik het nu doe. Dit kan zeker wel. Kijk, nu wordt het alleen maar makkelijker. Nu kunnen we gewoon hier en daar slaps toevoegen. Zo, slappie. En dan hier de trap door. Hop, hop, hop. Plop, plop. Plief, ploef. En dan hebben we het, denk ik. Even kijken. Ja, we hebben hem, jongens. Oh, wat doe ik nou? Je moet even... Ik heb een schep nodig. René! Ben je er? Daar komt ze al. Daar komt ze al. Ja! Ah! Powder snow! Dat is een val dit. Yes, stop, dankjewel. Dat moet je toch zonder René af en toe, jongens. Kijk, nu kunnen we gewoon zo... Even kijken, wat wilde ik ook weer doen? Oh ja, die wilde ik even netjes maken. Even kijken, want ik was het nog niet helemaal eens met hoe ik hier en daar het pad liep. Maar hier zover allemaal. Hier moet er nog eentje. Kijken, hier ook nog even iets meer zo. Ja, hier loopt hij al goed. Hier moet hij ook nog even gecarved worden. Of gecarved, zeg ik nou, platgewalst. Dan hier wil ik voor de sier zo doen. Hoppakee. Dan zie je namelijk niet, zeg maar, waar... Kijk, dit vind ik niet mooi. Als je van de zijkant zo een pad kan zien. Dus dat wil ik afwerken. Voor een of andere reden. Hier loopt het ook nog niet helemaal netjes. Misschien dat ik hier gewoon dan dirt zo toe kan voegen zoals dit. Zo. En dan hier een blaadje. En dan hier het pad zo. Hier ook een blaadje. En dan hier een trapdoor. Hoe ziet het eruit? Ja, veel beter. Oké, nou, dan is hij helemaal goedgekeurd vanaf nu. Dan is dit helemaal goedgekeurd zo. Prima pad. Niks meer aan doen. Misschien hier toch nog een beetje stairs of trapdoors. Ja, ik vind het helemaal goed. Helemaal goedgekeurd dit pad. Dan voor de finishing touch, jongens. Een heel belangrijk dingetje. En daar heb ik mud voor nodig. Laten we even kijken waar wij packed mud kunnen vinden zelfs. Gewoon één hele simpele wall heb ik nodig. Die heb ik vast wel ergens hier in een kist, zou je zeggen. Gewoon één... Eén packed mod zou enough zijn. Enough, genoeg bedoel ik, sorry. Ik weet niet, door het woord packed mod wil ik gewoon mijn Engels praten. Is er packed mod? Nee, dan moet ik naar de winkel van KB. Ik moet gewoon naar de winkel van KB, jongens. Eén packed mod, dat meen je. Sorry dat mijn inventory trouwens zo rommeltjes zit. De 9 van de 10 dingen die erin zitten kan ik weggooien, maar ik doe dat zo meteen wel eventjes. Even naar de ijzeren winkel daar, of de grote Iron Golem. Want als het goed is, wordt daar packed mod verkocht. Of gewoon mod. Mod. Dat klinkt zo stom om gewoon mut te zeggen. Ik weet niet waarom. Eventjes kijken. Als het goed is, wordt hier boven verkocht wat ik nodig heb. Ik heb alleen geen diamonds. Maar kijk, hier is de mut. En hoe duur is het? 1 stack, 1 diamond. Wat heb ik nou echt wat ik kan aanbieden omdat mijn diamonds op zijn? Of heb ik wel nog diamonds? Even kijken in mijn ender chest hoor. Nee. Maar wat kan ik dan bieden? Ja, ik heb een keer al een trident weggegeven aan Floor omdat mijn diamonds op... Ik ben echt arm. Weet je wat? Ik heb een idee. Hij krijgt die diamond later van me. Maar ik moet echt even deze pack mud voor community werk hebben. Dus wat we doen. Je krijgt je dia ASAP. Knalnut. Tussen haakjes. Ik ben arm. Help. Zo, hoppakee. Je krijgt je diamonds. As soon as possible. Knalnut. Ik ben arm. Help. Die doen we dan heel even hier in de plaats van dit zo. Ik ben echt arm en dit is voor community werk, oké? Kijk, het enige wat ik hoef te doen is dit zo. En dan moet ik hier eventjes een wall van maken. Hoppakee. Want ik moet namelijk een bordje maken natuurlijk met wat waarheen is. Zodat mensen wel op dat bordje kunnen zien welke kant ze op moeten. We hebben natuurlijk 3 nieuwe Condit Venus. En die kunnen heel makkelijk hier in de winkelvallei inmiddels verdwalen. Omdat het zo belachelijk groot aan het worden is. Er zijn zoveel winkeltjes al gebouwd. En we willen gewoon niet dat ze verdwalen. Dat is logisch. Kijk, dan maken wij eerst hier even een bordje zo.
Doen we zo, hoppakee, en dan hier een sign op. Kijk, doen we eerst helemaal bovenop, heel simpel, dit logootje. Dan, naar links is Piratenland. Oh, er moet even één streepje minder. Piratenland. Nog een keer naar links is Wilde Westen. Is ook naar links. En dan naar rechts. Moet ik even kijken. Ik zit hier op een site allemaal leuke tekstsymbooltjes te downloaden. En of te, oh, jee, dat is een heel breed pijltje. Ik zit online allemaal leuke pijltjes te zoeken, zodat ik die kan plaatsen. 1, 2... Oh, wacht, moet ik eerst kijken. Boom, boom. Uitroepteken. Is die kant op. Hoppakee. Nou, dit is toch duidelijk, jongens. Als mensen dan hier zo staan, zien ze naar rechts hier is boom, boom. Naar links is Piratenland en het Wilde Westen. Maar, dan moet ik even nog één sign maken. En daar heb ik het hout gewoon voor, dus dat is prima. We moeten ook natuurlijk heel even hier aan de andere kant daar nog even een bordje maken. Ga ik eerst weer even René de Schep nogmaals afleveren in de kerstwinkel. En ik ga nog niet... Oeh, ik mag nog niet binnenkijken zeker, hè? Nee, ik mag pas kijken als hij af is. Bijna. Oké, als hij af is, ga ik kijken. Halloween is voorbij en we beginnen gelijk met de kerstsfeer, jongens. Zo, dan doen we eventjes deze hier weghalen. Dan vangen we die hier. Hoppakee. Doen we hier weer zo. En... Oh, nee. Huh? Oh, wacht. Ik snap wel. Zo, zo. Dan hier het bordje op. Poing. Oh, nee. Poing. Wilde Westen is die kant op. En de andere kant op is het noorden. En het noorden is dan denk ik gewoon René, Floor, Harlowhaker en de boselfjes. Dat zijn 3 mensen. Dus in totaal 6 verschillende mensen wonen in het noorden. En daarmee vat je al gewoon alles op, weet je. En dan eigenlijk is er rechtdoor is nog... als je echt verder gaat, maar dat zou niet op dit bordje specifiek moeten. Maar als je nog helemaal die kant op gaat, dan kom je bij Rick en Patto. Want Patto heeft ongeveer een beetje een baas in de buurt bij Rick gezocht. Zoals het goed is, als je die kant van de boom nu pakt, kom je bij Patto en Rick terecht. Doe nog het mooie logootje erbovenop. Zo, kijk jongens, dit is toch duidelijk? Hoe duidelijk wil je het hebben? Als je nu gewoon hier voortaan zo aankomt zoals dit. Wilde Westen die kant op, bedoel ik, sorry. Het noorden is die kant op. Nou, dit is toch helemaal top. Dit is helemaal top. Ga het pad even 1 keertje testen met de paard. Niet dat het fout kan gaan. Maar hier ben ik tevreden mee. Hier ben ik heel tevreden mee. Is hij af, René? Even een foto maken. Maar is hij af? Ja, mag ik kijken? Kan ik kijken? Oh, ik mag nog niet kijken. Ik mag nog niet kijken. Jongens, weet je, in de volgende aflevering gaan we bij de prachtige kerstwinkel kijken. Ja, ik ben tevreden, jongens. We hebben weer een beetje communitywerk gedaan. Oh, mijn toetsenbord lap vast. Oh, god, jongens. Kijk, ik doe niks. Mijn toetsenbord lap vast. Wacht even. Hier. Ik doe helemaal niks. Dit is mijn Benno, dat spijt me. Wacht, we gaan dit oplossen. Wacht, 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 wacht. Af en toe loopt mijn toetsenbord een beetje vast, jongens. Dat is heel raar. Ik snap ook niet wat het probleem is. Oké. Dan wil ik nog 1 dingetje doen. En dat is even het takenbord hier updaten. Ik moet namelijk een winkel maken. Is er gezegd een nieuwe winkel? Dus dan moeten we even wat bedenken. Rick pad naar basisbouw is nog een goed dingetje. Boselfjes wolwinkel. Die is inmiddels af. Dus laten we een nieuwe taak geven aan. Patto is de eerste. Ik vind dat Patto ook een winkel moet bouwen. Nee, pad met Rick bouwen. Hij moet het samen met Rick doen. Want ze wonen namelijk allebei die kant op. Dus ik denk dat ze allebei dat pad moeten bouwen. Hij mag Rick mooi helpen met het pad. En Rick mag hem mooi helpen met het pad. Meneer KB vervangen we voor Harlow Haken. Harlow, ik vind dat jij ook een pad naar basis. Zo, pad naar basis. Vind ik ook een hele goeie. Misschien een beetje saai dat iedereen een pad moet maken. Maar ze moeten gewoon paden maken. Dan doen we hier Char. Char heeft al een pad omdat ze bij de boselfjes woont. Dus, grote boom... kerstversiering. Zo, dat vind ik een hele... Schrijf je versiering met een S? Volgens mij wel, hè? Deze grote boom, jongens, hier moet zodra het kerst is natuurlijk allemaal leuke lampjes hebben, kerstballen erin, weet ik wat allemaal. En ik ga die taak gewoon een Char geven. Gelijk een moeilijke taak voor een nieuwe speler. Joris rivier verder bouwen heeft hij volgens mij soort van gedaan. Is nog niet helemaal af, volgens mij. Nou, hij is nu bevroren door de kerstwinkel. En Floor pad naar basis bouwen, die heeft een nieuwe. Oh, boselfjes. Stallen voor de beest bouwen. Levensgevaarlijk. Oh jee. Laten we een nieuwe taak geven aan meneer KB. Ik heb een hele goede taak voor KB. Stallen in de winkelvallei. Hoppakee. Er moeten stallen komen in de winkelvallei waar we onze paarden even een keertje kwijt kunnen. Ik raak altijd mijn paard kwijt in de winkelvallei. En als er nou ergens hier bij de boom bijvoorbeeld gewoon letterlijk hier of zo een plekje komt voor stallen of zo, weet je, gewoon heel centraal, niet helemaal weggestopt, maar gewoon letterlijk bij de boom. Kan ik me shoppen, kan ik alles kopen wat ik wil, overal even heen gaan en dan kom ik later mijn paard weer bij het centrale punt ophalen. Vind ik een hele goeie dit. Stallen in de winkelvallei. Het hoeft niet bijzonder, maar kijk, misschien is... Oh, dit is waarschijnlijk de perfecte plek ervoor. Gewoon hier aan de andere kant is er nog helemaal niks. Hier is zo'n grote ruimte nog, dit. Hier, dit is zo... Kijk hoe deze lege ruimte hier. Je moet stallen komen. Doe het, meneer KB, of ik zal je kapot knallen met knalnetsmachtige knalpoten.
of zo. Goed, jongens. Laten wij teruggaan met Benno via het nieuwe pad. Want het is donker en ik heb geen zin om aangevallen te worden door monsters. Al ben ik blij dat dit pad hier nu zit. Hier ben ik zo blij mee. Ik was al zo lang eigenlijk op mezelf aan het zeuren dat ik dit nog niet eerder had gedaan. En nu is hij er gewoon eindelijk. Goed, jongens. Wat een mega succesvolle aflevering was dit. We hebben gewoon 3 nieuwe content veners opgehaald. Die zijn geplaatst. Of geplaatst. Die zijn welkom in het continent. We hebben een prachtige waterval gemaakt. En daar ben ik ook heel tevreden mee, jongens. Laat even weten in de reacties wat jullie van de waterval vonden of vinden. Dan gaan wij hier nu weer prachtig op onze pier zitten zo. Nee, ik heb een beter plekje. We gaan hier bij mijn nieuwe vijvertje. Heb ik een vissersplekje of gewoon een chillplekje gemaakt waar je zo kan zitten. Nou, dat is toch leuk? Kunnen we hier mooi de video afsluiten, jongens? Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is verplicht om te abonneren. Als je nu nog kijkt, kom op, hé. Ben je geabonneerd? Goed, ja, ja, oké, mooi. Dan kan je namelijk nu deze video kijken. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Hierin heb ik de boot gebouwd waarin we de Content Veeners hebben opgehaald. Hele leuke video, om zeker even te kijken. En nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.